Yo mensen, Lucky Graaf en Ellie met vandaag de 25e aflevering en ook de derde aflevering deze week van Toch Moet Goes Hard. En zoals je misschien hier al aan kan zien, er werd een buy-in gedaan op mijn speler van 10k. En jawel, we gaan vandaag een wager aflevering houden. Ik vroeg het vorige aflevering, zou ik wagers gaan doen? En van de 100 comments denk ik dat er 90 voor waren en 10 tegen. We leven nou helemaal in een democratie natuurlijk hier in Nederland. Dus gaan we wagers doen. Als eerste speelde ik tegen, ja, hij heet iets van Party Nash of zoiets. Dus ik weet niet wat zijn echte naam is, maar ik ken hem al best wel lang. En ja, ik twitterde gewoon en hij reageerde. Dus deze wedstrijd begon meteen heel leuk. Hier in eerste instantie een hele grote kans. Dan krijgt hij een corner en dan weet ik die nog net van de lijn te halen. Ja, de wedstrijd begon meteen leuk. Ook met deze bal hier van Mkhitaryan moet je eens opletten. Deze volley die maar net over de kruising heen gaat. Begon dus de wedstrijd heel leuk. Hij gaat hier de 1-0 voorsprong pakken. Maar terwijl dat gebeurt wil ik even zeggen. Mochten we weer de 200 likes halen voor vanavond. En dan weet ik zeker dat dat lukt. Want we hadden vorige keer weer 270 likes. En het blijft natuurlijk maar oplopen. Dan ga ik vanavond lekker livestreamen. Ik weet nog niet hoe laat. Ik kan wel zeggen om 9 uur, maar, of om 8 uur. Maar vorige keer zei ik ook om 8 uur, maar toen was het uiteindelijk pas 9 uur. Want, hoe heet het, ja, zoiets, dat wil niet altijd zo makkelijk gaan. Als je test gaat altijd alles goed, maar op het moment dat het moet doen, doet alles het niet. Dat is echt zo'n struggle die ik al wat vaker heb gehad. Dan loopt net internet te kutten of dan loopt net dat programma vast en dat soort dingen. Dus ik hoop om, ja, ik zeg gewoon 9 uur tegen jullie. Wie weet is het 8:15, wie weet 8:30. Maar hou maar even aan, 9 uur. Mocht je nou denken van, ja, maar hoe moet ik dan weten wanneer ik moet kijken? Nou, als je gewoon een beetje in de gaten houdt rond 8:30, 9 uur, komt er waarschijnlijk zo'n videootje van 20 seconden op online staan op YouTube. En dan zie je mij zo zeggen van, ewa, ik ga livestreamen, dus check de link in de beschrijving en dan klik je op die link en dan kom je op mijn Twitch account en dan kun je kijken naar die livestream. En hier hing ik mezelf echt helemaal op, want ik stond nog voor met 3-1 en opeens stond ik 3-3 gelijk en gaan we dan uiteindelijk ook verlengen. En in die verlenging gaat hij als eerste scoren, maar ik ga dus streamen, ik ga geen Dortmund Goes Hard streamen overigens, dat ga ik niet doen. Maar wel gewoon FIFA natuurlijk. En ja, daar kun je gewoon komen, ik weet dus niet precies hoe laat, maar hou eventueel Twitter. Je kunt me ook volgen op Twitter. Link staat altijd in de beschrijving. En Twitch kun je ook alvast followen. Want als je Twitch followt, dan krijg je een mailtje van Lucky Gravenel has started een livestream of zo. Weet ik veel wat voor mailtje je krijgt. Ik krijg die zelf ook wel eens. Dus dan kun je gewoon via die mail, krijg je meteen de link. Je kunt of de video op YouTube kijken die er dan op staat van 10 seconden. Waarbij ik de link in de beschrijving zet. Of je volgt me op Twitter waar ik de link tweet. Dus er zijn redenen zat dat je het in ieder geval zeker niet kunt missen. Hier zie je overigens dat ik zijn speler koop. Om maar eens nog aan te geven voor alle mensen die me wel eens een hacker hebben genoemd. En zo. Dat zijn er maar 3 of zo, maar dat maakt niet uit. Hier zie je dus. Ik had gewoon het geld gegeven en had nu nog maar 12k. En ging naar de volgende wager match tegen Rakkertjes 1. Ik zou weer niet weten hoe die heet. Volgens mij heet die Tim. En deze wedstrijd was een beetje raar, want hier zie je zijn team, had een redelijk goed team. Hij had op rechts buiten natuurlijk Arjen Robben. En hij had een best mooie hybrid nog ervan weten te maken. Maar opeens, er gebeurden zoveel rare dingen, want hier kom ik 1-0 voor. Dat kan ik vast zeggen. Aubameyang met de voorzet en dan denk je header OP. Nee, dat niet. Keepertje zit er goed tussen. Maar dan schiet Sahin en dan krijg ik een corner en uit die corner, iedereen weet, corners ook lekker overpowered. Je hebt net al 1 of 2 inzien gegaan de vorige wedstrijd en ook in deze wedstrijd. Maar nu een keer in mijn voordeel komt Aubameyang, ja Aubameyang, de goal in en dat tikte iets. Ik weet niet wat dat was, maar ik weet ook niet of jullie het hoorden eigenlijk. Maar deze goal overigens echt fucking lekker. Hier bewijst Robben wel even zijn klasse, hoe goed hij wel niet is altijd, maar ook in deze FIFA weer. Ik heb hem deze FIFA nog niet gebruikt trouwens, maar ik weet wel, vorige FIFA was hij echt heel goed. Maar dan legt hij opeens zijn controller weg. En ik weet nog steeds niet precies waarom. Ja, ik dacht, ik maak maar 2-1. Dus ik maakte 2-1. Ik dacht, ja, dat is best zielig. Misschien is hij even, moest hij even snel iets doen. Dus ik hield maar de bal achter met mijn keeper. Ik dacht, als hij dan nog terugkomt, dan kunnen we verder gaan. Maar hij kwam maar niet terug. Dus ik heb tot de 90ste minuut hier met Weidenfeller aan de bal gehad. Dus ik had ook iets van 62% balbezit. Of 72, weet ik veel. En ik win de wedstrijd 2-1. En ja, hier kan ik ook niks aan doen. Het is een beetje fucked up. Maar ja, ik snapte ook niet waarom het was. Dus uiteindelijk, ja, had ik mijn 10k weer terug. Die ik vorige wedstrijd natuurlijk had verloren. En speelden we onszelf weer kiet.
Ja, en dat is gewoon vrij fijn eigenlijk. Maar je wil natuurlijk eigenlijk wel winst maken. We hebben nu weer 22k, want er komt natuurlijk iets minder dan 10k bij. Ik accepteer hier het bod en dan hebben we dus die 10k erbij. En dan gaan we onze laatste wager spelen van deze aflevering. En hier kun je snel mijn team zien, voor het geval je daar benieuwd naar bent. En dan hij invite mij, dus dan gaan we die invite accepteren. En tegen wie speelden we nu? Ik weet echt niet. Oh, was stond er keeper Saviro of zoiets dergelijks? Ja, tegen hem speelden we een heel erg nice team. Ibarbo en Balotelli, iedereen weet het. Lekker overpowered, die twee. Heerlijk om mee te spelen. En dat bewijst zich ook meteen hier. Balotelli in de derde minuut al met de voorzet. En Ibarbo knikt hem, maar in de rebound heeft hij hem alsnog. En deze wedstrijd was een rebound wedstrijd. Want hier Ibarbo dan met de rebound voor de 1-0. Maar het is ook niet, het is andersom ook gewoon zo. Want hier gaat de 1-1 komen. En je gaat het al. Volgens mij komt deze uit de rebound. En nee, dat is niet. Grapje. Oké, dat was heel erg falend. Maakt niet uit. 45 minuten in ieder geval wel een lekkere goal van Aubameyang. Maar dan zul je hier weer een rebound krijgen. Ik wist in ieder geval dat er nog een rebound zou komen. Ibarbo met het schot. Keeper pakt hem. En dan Balotelli. En dan... ja, hij heeft hier dus twee rebounds gehad. Maar over het algemeen, EAH is soms niet redelijk. Maar in dit geval toch wel redelijk wel. Want hij scoort hier twee keer uit de rebound. Maar ik ga hier ook scoren uit een... rebound. En dan hoop ik dat het nu wel is. Anders zet ik mezelf echt voor lul. Maar ja, het is. Want hier schiet hij. En dan de rebound is voor Aubameyang. 2-2. Dus echt een rebound wedstrijdje zoals ik al zei. En dan gaan we ook deze wedstrijd weer verlengen in de 100ste minuut. Balotelli loopt weer eens door drie man heen. Want dat is Balotelli. En maakt in de 100ste minuut 4 of 3-2. En ik wist gewoon van, kut, als dit fout gaat heb ik 10k verlies geleden deze aflevering. Dat moet niet kunnen. Maar hier een prachtige paas op Aubameyang. Hij komt niet uit met zijn keeper. Gelukkig lopt ik hem nog niet. En schuif ik hem rustig in de 103e minuut binnen. Eigenlijk gelijk na die goal van Balotelli. 3 minuten daarna. Gelukkig weer 3-3. En dan heb je weer een beetje rust voor jezelf. En zeker als hier in de 108e minuut. De tweede helft van, van de verlenging. Cross-cross kapt heerlijk naar binnen. En rost die bal in de verre hoek. 109e minuut. En dan weet je gewoon. Dit moet ik even slim aanpakken. Het is 2 minuten in echte tijd, zeg maar. Het is maar 11 minuten in FIFA tijd. Dat is zo voorbij. Moet ik het er gewoon even vasthouden. Dus elke bal die krijg ik gewoon naar voren stampen. En dan gelukkig maak ik op deze aflevering dan 32k winst. Ik ga waarschijnlijk wat meer wager matches doen. Omdat ik graag toch wel voor de next gen over 2 weken krijg. Die denk ik, wil ik toch wel klaar zijn. Met Road to Dortmund of Dortmund Goes Hard. Dus ik hoop dat jullie weer kunnen liken. Vanavond dan livestream natuurlijk als we genoeg likes halen. Bedankt voor het kijken. En later mensen.